Goedemorgen kijkers, welkom bij de sessie die gaat over kunstmatige intelligentie en de impact die het kan gaan hebben op de facilitaire sector. Mijn naam is Kos Fokjotties, ik ben van innovatie en ik heet jullie in ieder geval allemaal welkom kijkers. En waarom gaan we nou over dit onderwerp hebben? We maken een onderdeel uit van een grotere wereld, van een groter geheel. En macro-trends om ons heen zijn eigenlijk niet altijd zichtbaar. We horen heel vaak de toepassing van data. Hè, data is het nieuwe olie of het nieuwe goud. We horen heel veel over kunstmatige intelligentie. We horen vaak iets over metaverse. We horen iets over de quantumcomputer. Er zijn heel veel termen waarvan we weten dat ze impact hebben, maar het is lang niet altijd zichtbaar. En misschien hebben we er wel mee te maken als we zaken doen met onze bank. Of als we ergens iets aanschaffen bij bol.com, ik zeg maar iets. Maar hoe gaan we die ingewikkelde technologie, hoe gaan we die nou toepasbaar maken voor onze sector? Ja, ik weet het ook niet altijd, terwijl we heel veel mooie voorbeelden hebben. Vandaag hebben we iemand in ons midden die kan ons die trends laten zien en vooral ook praktische voorbeelden laten zien dat we snappen. Aha, dat kan er dus allemaal op ons af gaan komen de komende jaren. En het kan ons helpen om voor te bereiden op de betekenis ervan. Sterker nog, we kunnen misschien wel mede vormgeven als we links of rechts daar stappen in durven te zetten en in te durven experimenteren. Dus we hebben vandaag een hele mooie sessie. Ik ga jullie eerst even wijzen op het platform waar jullie op aan het kijken zijn. Want als je daar iets over in de chat wil zetten, iets over wil delen met elkaar, dan kun je daar linksboven een button aanklikken. Je kan ook, als je in de lijst van deelnemende kijkers ziet, iemand bekende ziet of een onbekende, dan kun je een op één chat aanvragen. Als je vragen hebt, want het kan me voorstellen dat het heel veel vragen gaat oproepen deze sessie, dan kun je daar bij contact ook een vraag gaan stellen en die proberen we dan in behandeling te nemen. Vandaag gaat het niet om mij, zeker niet, maar het gaat om onze gast Remy Gieling. Superleuk dat je er bent, Remy. Ja, ontzettend leuk om er te zijn, Kos. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wij kennen elkaar. Kun je even uitleggen hoe wij in contact zijn gekomen? Waar ken jij CSU van? Ja, ik ben ooit gevraagd door Esmé Fischeroe om bij de CSU Innovatie Award in de jury te komen zitten. Heb ik het afgelopen jaar met heel veel plezier gedaan. En we hebben toen gezamenlijk, ook met jou erbij, met een paar hele andere leuke juryleden uit allerlei windstreken, met andere achtergronden, ja, heel veel innovaties mogen beoordelen voor de facilitaire branche. Dat was ontzettend leuk om te doen. Ja, nou, en daar had jij een heel mooi aandeel aan met jouw netwerk. En kennis werden wij getriggerd en nieuwsgierig. En toen dachten wij, wij zouden heel graag ons netwerk ook gunnen om eens te luisteren naar jouw verhaal. Dus dat ga je nu doen. Ja. En ik kom over een klein half uur bij jou terug, hopelijk met wat inspirerende vragen. Maar neem de kijker mee, zou ik zeggen. Ja, ontzettend leuk. En veel plezier. Ja, dankjewel. Kos. Ja, dames en heren, met een razende pandemie in de wereld, in lockdowns, in politieke spanningen, is het eenvoudig om af en toe te vergeten dat we in de meest gave en inspirerende tijd leven als het gaat over technologie en innovatie. We leven in een tijd waarin auto's van kleur kunnen veranderen, waar robots marathons kunnen lopen, waar robots de menselijke mimiek angstvallig goed kunnen nabootsen. En ja, dit is allemaal pas het begin. Mijn naam is Remy Gieling, ik ben businessjournalist en ondernemer. En ik vind het nou geweldig leuk om technologische trends nauwlettend in de gaten te houden en te duiden wat voor impact dat heeft voor bedrijven en organisaties en voor jou als persoon, als onderdeel van die bedrijven en organisaties. En dat gaan we vandaag met elkaar doornemen. We leven in een tijd van hyperinnovatie. Want 10 jaar geleden was het nog alleen maar science fiction films waarin zelfrijdende auto's of voertuigen te zien waren. Tegenwoordig worden er in China en de VS al boodschappen en pakketjes bezorgd middels deze autonome auto's. In de VS kan je zelfs in robottaxi stappen, waar je dus zonder chauffeur van A naar B wordt gebracht. En de gemeente Amsterdam die is zelfs aan het piloten met autonome boten om het afval in de stad op te halen. En deze innovatiegolf die levert niet alleen maar leuke video's op. Nee, de komende jaren zal deze technologische golf die over ons heen komt, elke organisatie en elke baan gaan veranderen. Dat zijn innovaties als kunstmatige intelligentie, quantum computing, de metaverse en Web3. En technologie dat gaat altijd over verandering. En verandering is per definitie een beetje onzekerheid, dat is spannend. En het kan ook een beetje een ongemakkelijk gevoel in je onderbuik opleveren. Van wat betekent dat voor mijn rol in de organisatie? Wat betekent dat voor mijn baan? Wat betekent het? Wat is mijn rol nog als computers meer en meer taken gaan automatiseren? Nou, in deze lezing hoop ik je meer grip te kunnen geven op de toekomst. En natuurlijk ook om straks bij het koffiezetautomaat te kunnen meepraten als iemand het weer heeft over algoritmes of over VR-brillen.
In het programma vandaag behandelen we vier belangrijke trends. Allereerst is dat kunstmatige intelligentie, AI, quantum computing, de metaverse en Web3. En mochten deze termen dus nog abracadabra zijn, dat is helemaal geen probleem. Na deze sessie kunt u er heel erg eenvoudig bij het koffiezetautomaat over meepraten. De meeste tijd vandaag wil ik gebruiken om te praten over kunstmatige intelligentie. AI, oftewel Artificial Intelligence genoemd. Want we staan opnieuw aan de vooravond van een van de grootste technologische revoluties sinds de industriële revolutie. Alleen dit keer zijn het niet de fabrieken die we aan het automatiseren zijn met lopende banden. Nee, we zijn kenniswerkers aan het automatiseren. We zijn chauffeurs aan het automatiseren. We zijn kantoorbanen aan het automatiseren. Allemaal taken waar wij elke dag mee te maken hebben. Taken die door robots of slimme software geheel of gedeeltelijk overgenomen gaan worden. En je hebt er vast wel eens over gehoord, kunstmatige intelligentie, maar wat betekent het nou precies? Nou, AI is een containerbegrip, dat gaat van de stofzuigrobot bij u thuis tot algoritmes die bepalen hoe hoog uw hypotheekrente zou moeten zijn. Het zijn de camerasystemen die herkennen wat voor nummerplaat je hebt, zodat je de garage kunt uitrijden. Systemen die CT-scans kunnen analyseren voor dokters, tot aan die zelfrijdende technologie in moderne voertuigen. En als je op feesten en partijen het nog vaak hebt over AI, dan komt toch altijd dat beeld van de Terminator naar voren. Of voor de oudere kijker HAL 9000 in 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick, waarin een computer niet langer wil luisteren naar de mens. Dit noemen we Artificial General Intelligence, ook wel superintelligentie genoemd. En het is een ontzettend leuk onderwerp om op de vrijdagmiddag over te filosoferen, waar het misschien in 2200 naartoe zal gaan. Maar voorlopig zijn we daar nog lang niet. Dus probeer daar vooral van weg te blijven. Vandaag de dag spreken we voornamelijk over narrow AI, of ook al genoemd domme AI. En dat komt omdat deze AI vooral bedoeld is om hele specifieke taken te automatiseren. Zo zou je Tesla niet automatisch uit zichzelf ineens een muziekstuk willen gaan componeren, en zal de stofzuigrobot niet een vete met je kat willen beslechten. De komende decennia zal AI voornamelijk een hele hoop saaie repetitieve taken van ons uit handen gaan nemen. En dat is eigenlijk voornamelijk goed nieuws. Want waarschijnlijk komt u zelf ook niet uit bed met de ambitie om de hele dag e-mailtjes te verwerken of spreadsheets in te vullen. Voor iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn, strategisch bezig te zijn, met andere mensen bezig te zijn, wordt het hele erge leuke tijden. Want daar hebben we straks veel meer tijd voor. In de praktijk wordt AI vandaag de dag op drie manieren gebruikt in bedrijven en organisaties. Allereerst is dat om processen te versnellen. Je zou kunnen zeggen om kosten te besparen. Kan je denken aan het inzetten van chatbots om vragen van klanten of medewerkers sneller te kunnen beantwoorden. Of misschien wel het herkennen van facturen, zodat je niet elke keer bonnetjes van systeem 1 in systeem 2 aan het overtikken bent. Naast processen versnellen wordt het ook toegepast om diensten te verbeteren. Oftewel meer klantwaarde op te leveren en daarmee meer omzet te genereren. Dan kan je denken aan aanbevelingssystemen in webshops. Dus als je een paraplu koopt, wil je misschien ook wel een stel laarzen erbij. Of een app van KLM die automatisch voor je kijkt welke stoel het best bij jou zou passen. En tot slot wordt AI gebruikt om in complexe datasets allemaal verbanden te zien. En daarmee kan je misschien wel voorspellingen in de toekomst gaan maken en uiteindelijk tot betere beslissingen komen. Zo kan je denken aan een algoritme wat gaat voorspellen hoeveel mensen er op volgende week dinsdag op kantoor zullen zijn en daar de inkoop van de bedrijfskantine op afstemt. AI, daar hoor je de laatste 2-3 jaar steeds meer over in allerlei media. En dat is opvallend, want de technologie is betrekkelijk oud. De term komt uit 1956. We hadden al een zelfrijdende auto, een bus, je zag hem net al eventjes, in 1968. We hadden een geautomatiseerde supermarkt in Bokstel in 1966. En er was zelfs een chatbot die medisch advies gaf, ook rond hetzelfde jaar, tot 1966. Dus waarom horen we er nu pas wat van? En waarom zouden we dan nu in één keer moeten bedenken dat de komende paar jaar die technologie in één keer van impact gaat zijn op ons leven? Waarom duurt dat niet nog een keertje 5 decennia? Dat heeft te maken met een aantal mensen. Dat zijn voornamelijk de Bill Gatesen van deze wereld, van Microsoft, de Jeff Bezos van Amazon en de Larry Page van Google. Die hebben namelijk met cloud computing ervoor gezorgd dat er ongelooflijk veel rekenkracht beschikbaar was.
Om AI aan het werk te zetten heb je drie dingen nodig. WizKids, nou, dat hadden we in 1960 ook al. Maar data en rekenkracht, ja, die zijn eigenlijk pas de laatste jaren voor iedereen toegankelijk geworden. Jarenlang waren het alleen de grote bedrijven, de corporates, de overheden, de kennisinstellingen die zo'n grote mainframe in de kelder hadden staan. Maar tegenwoordig kan iedereen met een internetaccount computerkracht inkopen bij Amazon of bij Google of bij Microsoft. En met de komst van het internet en IoT, slimme devices, wordt het steeds makkelijker om data te verzamelen. Tegenwoordig verzamelen we elke dag met z'n allen 2,5 quintiljard bytes. Dat zijn 2,5 met 18 nullen erachter. En het wordt alleen maar meer. En die combinatie zal ervoor zorgen dat de komende jaren AI een ontzettend grote in de stroomversnelling gaat komen. Wie praat over AI, moet drie begrippen absoluut kennen. Dat zijn algoritmes, dat is machine learning en dat is neurale netwerken. Dus drie begrippen die je echt moet kennen. Algoritmes, machine learning en neurale netwerken. Je leest vaak in de krant over algoritmes die ons tegen ons werken. De algoritmes van de Belastingdienst, die zitten ons in de weg. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar wat is een algoritme nou eigenlijk? Een algoritme is een, eigenlijk heel simpel gezegd, een wiskundige formule. Dus zijn instructies aan een computer. Ja, waar jij en ik, als we een beslissing zouden moeten uitschrijven op papier, in een soort van beslisboom, is dat een algoritme. Alleen de computer, ja, die leest niet zo'n beslisboom, maar die voert dat uit in een wiskundige formule. En een algoritme wordt ook al vaak vergeleken met een recept in een kookboek. Als wij een groentesoep willen maken, dan volgen we een recept in een kookboek. En eigenlijk hetzelfde doet een algoritme voor een computer. Bijvoorbeeld, zo kan je een algoritme hebben om te bepalen of je wel of niet voor een bedrijfslening in aanraking zou komen, in aanmerking zou komen. Dat zijn dus algoritmes. Computerformules, of gewoon wiskundige formules die computers instructies geven. Niets meer, niks minder. Machine learning is een verdiepende tak binnen kunstmatige intelligentie. En het zegt eigenlijk al, hè, machines die leren. En dat doen ze op basis van data. En waar we vroeger die beslisbomen of die algoritmes helemaal van A tot Z uitschreven voor computers, om bijvoorbeeld die lening te bepalen. Dan ging je kijken naar de leeftijd van de leningaanvrager. Dan gaf je een bepaald gewicht aan. Je ging kijken naar de krediethistorie. Betaalt iemand een beetje op tijd? Nou, daar kunnen we allemaal regels voor uitschrijven. Met machine learning gooien we dat echter om. We voeden de computer met 1000, 10.000, misschien wel 100.000 leningaanvragen. En de computer gaat er zelf op basis daarvan patronen in ontdekken. Hey, welke zijn al goedgekeurd en welke zijn afgewezen. En maakt daar vervolgens zelf het algoritme op. Interessant. Het laatste begrip wat ik wil meegeven zijn neurale netwerken, omdat je daar ook veel meer over hoort. En neurale netwerken zijn eigenlijk complexe algoritmes die de werking van de hersenen nabootsen. En dat is heel complex, maar je kan er wel hele gave dingen mee doen. Zo kan je met neurale netwerken kan je bijvoorbeeld personen herkennen op videobeelden of op foto's. Je kan gesproken tekst herkennen, zodat je slimme speaker thuis snapt als je de wekker wil zetten of een liedje op Spotify wil luisteren. Je kan er zelfs geschreven teksten mee genereren of hele e-mails. En je kan ook zelfs jouw gezicht plotten op het gezicht van Tom Cruise, zodat denk ik, jij zit in de nieuwste Mission Impossible film. Een beetje wat we kennen uit de deepfakes. Ja, als facilitair medewerker zou je waarschijnlijk niet technisch met deze neurale netwerken in aanraking komen, maar het zorgt er wel straks voor dat je schoonmaakrobot die rondrijdt misschien niet overal tegenop rijdt en dat de receptierobot je bezoekers persoonlijk kan begroeten, omdat hij het gezicht herkent wie er voor zich staat. In Nederland zijn er vandaag de dag al honderden bedrijven die aan het innoveren zijn met kunstmatige intelligentie. Online supermarkt Picnic heeft erbij heel goed gekeken naar Amazon, want die noemt zich net als Amazon een AI-first bedrijf. Dat betekent dat elke beslissing en elk proces wat ze in de organisatie ontwikkelen, altijd met data en algoritmes moet worden ondersteund. Daardoor kunnen ze slim inkopen, ze kunnen efficiënt opereren en ze kunnen een geweldige user experience voor de klanten leveren. En in slechts 7 jaar tijd is Picnic daarmee een geduchte concurrent geworden van grootmachten als Jumbo en Albert Heijn. Dat was ondenkbaar geweest zonder kunstmatige intelligentie. Want dan had je veel te veel mensen nodig gehad om al die processen in te richten om een supermarkt anno 2022 te runnen. Je zou veel te veel mensen nodig hebben, dat wat veel te duur is. En ze bouwen zelfs op dit moment, dat zie je dus op de schermen hierachter, aan een volledig geautomatiseerd robotdistributiecentrum, wat naar verluidt meer dan 100 miljoen euro kost. Dus AI heeft ervoor gezorgd en gaat ervoor zorgen dat je als start-up kunt concurreren met grootmachten. Ontzettend gave toepassing.
Als we inzoomen op de facilitaire branche, dan zien we een aantal gebieden die we kunnen aanwijzen waar kunstmatige intelligentie de komende jaren heel erg veel ontwikkelingen gaat doormaken. En de eerste die ik daarmee wil doornemen is de energietransitie of de energiemanagement. En dat zal u ook niet ontgaan zijn dat ja, energiekosten door het dak gaan en dat de energieverbruik een enorme onderdeel is van de ecologische voetafdruk die we met z'n allen hebben. En u kent natuurlijk al de slimme sensoren die kijken waar in het pand mensen zijn en daar de verlichting en de verwarming op afstemmen. Dat is leuk, dat hebben we ook allemaal. Maar Google heeft dit principe naar een volgend niveau getild. Google heeft, zoals u waarschijnlijk weet, heel erg veel datacenters in de hele wereld die heel erg veel stroom verbruiken. En met simpele business rules kwamen ze er maar niet uit om die datacenters efficiënt te laten opereren. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een complex neuraal netwerk gepakt van de makers die ook het van Google DeepMind, dat is een bepaald clubje, dat heeft op een gegeven moment ook de wereldkampioen Go verslagen in het spel Go. Dat was in 2016 groot wereldnieuws. En ze hebben dus dat algoritme gepakt om zelfstandig te leren om de energievoorziening te optimaliseren bij die datacenters. En dat heeft ze 40% energiebesparing opgeleverd. En ja, de overnameprijs van 500 miljoen, wat ze voor DeepMind hebben betaald, hebben ze daarmee gewoon driedubbel en dwars terugverdiend. Energie is één. Tweede, wat we gaan zien de komende jaren, is op het gebied van onderhoud. Er is natuurlijk een hele economie gebouwd op preventief onderhoud. Iedereen die elke kwartaal, elk half jaar of elk jaar eventjes de lift komt te controleren om te kijken of alles nog goed is. Nou, er gaat complete disruptie plaatsvinden in die markt. Bij alle apparaten, of het dan gaat over liften, of het gaat over airconditioning units, toegangssystemen, koffiezetautomaten, industriële apparaten. Slimme sensoren zullen zelfstandig kunnen gaan meten door haast onzichtbare slijtagesporen te kunnen herkennen welk onderdeel wanneer moet worden vervangen. En zal automatisch een seintje geven aan het reparatiebedrijf om die al preventief te komen vervangen of te onderhouden. Zo zal het niet langer nodig zijn om dat op gezette tijden te doen. Nee, het zal alleen maar nodig zijn als die sensoren meten dat het daar tijd voor is. Het derde punt gaat over veiligheid. Iets wat snel bij je opkomt, hè, zijn gezichtsherkenningssystemen. We willen graag weten wie er bij ons op het terrein rondloopt. Helaas, misschien ook wel goed voor de burger, zijn er in Europa hele strenge regels rondom een gezichtsherkenning. We kunnen niet zomaar camera's uitrusten met die mensen gaan herkennen. Een Jumbo supermarkt in Alphen aan de Rijn heeft dat 2 jaar geleden wel geprobeerd. Die had camerasystemen uitgerust om frequente winkeldieven te herkennen, zodat de beveiliger ze al bij de ingang er weer uit kon bonjouren. Nou, de autoriteit persoonsgegevens heeft dat tegengehouden. Die zei dat mag niet. Dat vinden we niet privacyvriendelijk. Deloitte heeft in het gebouw de Edge op de Zuidas het iets anders aangepakt. Die hebben autonome wagentjes die rondrijden. Dat als ergens een alarm afgaat en er zijn geen beveiligers in de buurt, dat wagentje gaat kijken of er iets aan de hand is en of er iemand te zien is of dat het misschien gewoon vals alarm is. En Amazon test hetzelfde principe met van die karretjes voor in huis. En zelfs met hun Ring-systeem met vliegende drones. Dus als het alarm dan afgaat, dan vliegt er een drone naar een bepaalde kamer om te kijken of er iemand in die kamer te zien is. Misschien een inbreker. Nou, fysieke robots die gaan we steeds meer zien de komende jaren. Boston Dynamics heeft een robot gemaakt die het zware sjouwwerk in distributiecentra zal gaan overnemen. In Amerika en China zijn er al robots die pakketjes dus bezorgen. We zagen ze aan het begin al eventjes. Robot Hond Spot, ook van Boston Dynamics, die loopt op heel veel industrieterreinen rond om te kijken of voor beveiligingsdoeleinden, maar ook om te kijken of bepaald wat de status van bepaalde apparaten. En in steeds meer bedrijfskantines, maar ook in openbare restaurants, zien we dat er geen menselijke bedienders meer rondlopen om het te eten en drinken te brengen, maar dat er robots voor worden ingezet. En op een aantal afgesloten terreinen in Nederland rijden ook al autonome bussen rond die mensen van een parkeerplaats naar het kantoor brengen bijvoorbeeld. En als facilitaire branche moet je natuurlijk ook op gaan inspelen, want het kantoor is straks niet meer een plek waar alleen maar mensen rond bewegen, maar ook meer en meer autonome objecten. Dat heeft van invloed op training en opleiding. Zo doet de haven Rotterdam, traint hun medewerkers met VR-brillen om te gaan met autonome voertuigen op de terminal, zodat ze niet er tegenop lopen. Maar dat heeft ook van invloed op kantoorinrichting, op veiligheid, op onderhoud. Want uiteindelijk moeten al die apparaten ook een aantal keer per dag ergens worden opgeladen. Nou, ook de schoonmaak zal meer en meer data-algoritmes en robots gaan gebruiken om slimmer en efficiënter te opereren. Ze kunnen natuurlijk met slimme sensoren gaan kijken welke ruimtes intensief worden gebruikt, zodat we daar wat extra aandacht aan kunnen geven bij de schoonmaken. En zijn er robots die het werk van de schoonmaker kunnen
kunnen ondersteunen. Er is ook een leuk voorbeeld, een Nederlands bedrijf, Loop Robots. Die hebben van die desinfecterende UV-lampen van Signify op een zelfrijdend platform gezet. En die helpen dus tegenwoordig ziekenhuizen om efficiënter de operatiekamers te ontsmetten. Nou, ook de bedrijfscatering zal meer en meer geautomatiseerd worden. Waarschijnlijk ook in navolging van Amazon, die in Amerika al heel veel winkels heeft waar je naar binnen kunt lopen en naar buiten kunt lopen zonder dat je langs een kassa hoeft. Je komt daar binnen, je gezicht wordt herkend of je scant een QR-code tegenwoordig. Je pakt wat je wil hebben. Slimme camera's die zien wat jij in je winkelmandje doet en uiteindelijk wordt dat automatisch afgeschreven van je creditcard. We zien het in Nederland ook al. Er zijn twee initiatieven gaande daarover. Wondermart en Moonshop. Dus wat steeds meer cafés en kantines in hotels, maar ook bij bedrijven aan het inrichten zijn. Zodat die bedrijven niet langer een personeelsplanning hebben om elke keer te zorgen dat daar maar iemand zit om een oogje in het zeil te houden. En tot slot zal AI op de werkvloer ook zorgen voor hyperpersonalisatie. Nou, net zoals dat je met luxe auto's hebt, dat die herkent aan je postuur wie je bent en wat je voorkeuren zijn in die auto, zou je dat ook op de werkvloer meer en meer gaan zien. Zo zal misschien het bureau als je aankomt lopen automatisch zich verstellen naar je favoriete zithoogte, zitpositie. Het koffiezetautomaat zou kennen wat je favoriete drankje is. Slimme speakers. Met slimme speakers kan je uiteindelijk misschien wel vergaderzalen gaan boeken. En op basis van je locatie kan je vergaderzalen boeken. En die herkent dan gelijk, hè, welke vergaderzaal is het dichtst in de buurt en vrij op het moment dat jij dat zou willen. En klinkt misschien nog ver weg een aantal van deze dingen, maar als je kijkt bij de grote bedrijven in Silicon Valley, dan zie je dat ze daar op meerdere van deze dingen aan het experimenteren zijn of zelfs aan het doorvoeren. En het kantoor wordt daarmee straks gewoon van iedereen, maar ook weer hyperpersoonlijk. En ik denk dat dat een hele belangrijke voordeel gaat zijn in een hypercompetitieve arbeidsmarkt. Nou, dan zou je misschien denken, nou, leuk dit allemaal, het kantoor wordt intelligent, maar wat betekent dit voor mij persoonlijk? Allereerst is het goed om te beseffen dat AI dus een technologie is die niet meer weggaat. Het komt eraan, heel veel bedrijven zijn ermee aan het experimenteren en wegkijken heeft geen zin. Er zullen steeds meer taken van iedereen van ons worden geautomatiseerd. Het is dus goed om daar van bewust te zijn. En ziet daarom ook vooral als kans. Stel je voor dat je een uur per dag niet bezig hoeft te zijn met e-mail, met je agendabeheer, met Excelletjes, met vergaderen. Wat zou je dan het allerliefste doen? Je krijgt straks gewoon meer tijd voor creatieve dingen, voor strategie, voor zaken waar wij mensen gewoon goed in zijn. En als leidinggevende, die wil ik ook nog even meegeven, is ook een hele belangrijke rol weggelegd. Want jij hebt nu waarschijnlijk vandaag gehoord over de komst van kunstmatige intelligentie. Maar ja, het gaat dus iedereen in de organisatie aan. Dus zorg er ook dat je team ook ervan op de hoogte is dat het eraan zit te komen en wat het betekent voor hun banen of voor hun rol. Want dat zorgt gewoon, als je mensen meeneemt in dat verhaal en laat zien wat er aan zit te komen, dat het niet per se eng is en dat niet per se de robots overmorgen je baan hebben overgenomen, dan gaan ze waarschijnlijk meedenken, goh, waar zitten de beste kansen om dingen te automatiseren, in plaats van dat mensen hun hakken in het zand gaan zetten. Dus opleiden van iedereen is daar heel belangrijk bij. De laatste drie techtrends die ik wil doornemen, gaan we eventjes wat sneller doorheen. Maar het zijn wel even belangrijk dat je de basisprincipes kent. Want ze gaan de komende jaren van grote invloed zijn op ons leven, zowel zakelijk als privé. En de eerste waar ik het over wil hebben is quantum computing. In januari waarschuwde de AIVD al in meerdere media dat straks geen geheim meer veilig is door de komst van de quantum computer. Nou, waarom is dat? Quantum computers zijn een nieuwe generatie computers. Waar overheden en grote bedrijven de afgelopen jaren tientallen miljarden, misschien honderden miljarden in hebben geïnvesteerd om deze te ontwikkelen. De huidige computer loopt namelijk tegen de grenzen van zijn kunnen aan. Jarenlang hebben chipmakers, zoals onze vrienden in Veldhoven, ASML, geprobeerd om chips kleiner en kleiner en kleiner te maken. En op een gegeven moment waren ze zo klein, het kon gewoon bijna niet kleiner. En ja, dat remt natuurlijk, dat remt op een gegeven moment de innovatiekracht. Dus ze zijn op zoek gegaan naar een nieuwe computer die op een andere architectuur is gebouwd. En de quantum computer biedt daarvoor uitkomst, want traditionele systemen, dat weet u misschien wel, die rekenen met eentjes en nulletjes. Nou, dan moet je heel veel eentjes en nulletjes hebben om bepaalde berekeningen mee uit te voeren. Maar de quantum computer werkt middels een ander systeem. Die werkt niet met eentjes en nulletjes alleen maar ook met de stapjes daartussenin, waardoor je exponentieel veel meer rekenkracht kunt krijgen op termijn.
Nou, als facilitair medewerker zul je waarschijnlijk niet overmorgen een quantumcomputer in het kantoor moeten installeren. Tenzij je misschien werkt voor de TU Delft. Maar het is wel goed om te beseffen dat wat er gebeurt als er straks oneindig veel rekenkracht beschikbaar is. Dat betekent heel veel voor de communicatie en beveiligingssystemen bij onze organisaties. Als er onbeperkt veel rekenkracht is, betekent ook dat huidige manieren van dataversleuteling binnen een handomdraai gekraakt kunnen worden. Dat heeft dus van invloed op je persoonlijke bankrekening, maar ook op je social media accounts, op de databases van het bedrijf. Als we alles straks door die quantumcomputer binnen een paar seconden kunnen kraken, ja, dan is geen geheim meer veilig, zoals de AIVD al voor waarschuwde. Dus hou er rekening mee dat met de komst van de quantumcomputer IT-systemen de komende jaren flink op de schop zullen moeten. Het voordeel is natuurlijk ook enorm dat met de rekenkracht die er straks is, we dat kunnen gebruiken om hele complexe AI-algoritmes aan het werk te zetten. Om bijvoorbeeld ja, medicijnen tegen veel voorkomende ziektes te gaan oplossen. Dus het heeft heel erg veel voordelen, maar er zit dus ook een nadeel aan. Een andere trend waar je de komende jaren ontzettend veel over zult horen is de metaverse. En misschien heb je het ook wel gezien in het nieuws. Het moederbedrijf van Facebook heeft zichzelf hernoemd naar Meta. Want Mark Zuckerberg, de oprichter, die gelooft erin dat de technologie, de metaverse, de komende jaren zal bepalen hoe wij gaan leven en gaan werken. Nou, wat is die metaverse? De metaverse is eigenlijk een digitale parallele wereld. In deze wereld kan je middels een avatar communiceren met mensen van over de hele wereld. Je kan samen naar digitale concerten toe gaan. Je kan samen werken in virtuele kantoren. Je kan gaan winkelen in digitale winkels. En je kunt samen games gaan spelen. Nou, we zitten nog heel erg aan de begintijd, maar het doet ook een beetje denken aan begin 2000. Toen hadden we een omgeving dat heette Second Life, waar mensen toen wild enthousiast over werden. ABN AMRO had toen een kantoor geopend in Second Life. En dat zien we zelf nu weer gebeuren. Dus H&M die heeft een filiaal geopend, zogenaamd in de metaverse. Nou, het ziet er ook nog steeds een beetje zo uit als destijds. En waar er destijds dus heel veel geld werd betaald voor digitaal land in Second Life, ja, dat zien we dus tegenwoordig ook weer gebeuren in die metaverse. En verschillende platformen zijn er die digitale ervaring aanbieden. Bieden dus ook land te koop aan. Dan kan je kan dus stukjes land kopen in die digitale wereld. En meer en meer bekende mensen zijn dus dat ook aan doen in de hoop dat dat platform uiteindelijk het leidende platform in die metaverse gaat worden. Snoop Dogg, een bekende rapper, die is een van de mensen die daar flink in heeft geïnvesteerd recent. Ja, de metaverse moet niet alleen een leuke gimmick worden voor mensen met te veel tijd of voor kinderen. Nee, grote bedrijven, Facebook of Meta tegenwoordig, maar ook Microsoft, die geloven eigenlijk in de toepassing van werk. En ook het investeringsfonds van Saoedi-Arabië heeft 2 weken terug nog aangekondigd dat ze 1 miljard gaan investeren in de metaverse technologie. Meta en Microsoft experimenteren beide met vergadermogelijkheden bijvoorbeeld in VR. En dan zit je niet meer achter je PC, laptop of tablet naar een soort 2D-schermpje te kijken met allemaal hoofdjes. Nee, je zit echt met zo'n VR-bril op in een virtuele ruimte. Ik heb het geprobeerd, is best geinig. Want je ziet ook mensen links en rechts van je, hoor je aan die kanten, hoor je praten. Je kan op digitale whiteboards kan je schrijven. En het is best leuk, alleen het is nog wel heel erg veel gedoe. Dus voorlopig is dat alleen nog maar te doen voor grote nerds zoals ik. Maar die technologie gaat natuurlijk uiteindelijk makkelijker en toegankelijker worden. En wat ik al zei, die huidige metaverse ziet er nog best wel beroerd uit. Alleen vergelijk het voor nu eventjes met de webpagina's uit 1996. Die zagen er ook niet uit. Misschien heb je nog wel ergens Alta Vista op je Netflix staan of startpagina.nl. Probeer eens te filosoferen, als dit het vandaag de dag al is, hoe dat er misschien over 15 jaar uit zou kunnen zien. En dan wordt het misschien wel serieus een ontmoetingsplek voor mensen, bedrijven en organisaties van over de hele wereld. En dan ben je als facilitair medewerker dus niet alleen maar meer verantwoordelijk voor je fysieke kantoor, maar ook voor de digitale werkomgeving. Leuk om in de gaten te houden. De laatste trend die ik met jullie wil doornemen is misschien wel de meest experimentele van de vier. Dat is Web 3. Het is ook de meest obscure term. Je leest er nog weinig over. Maar als je op Twitter de koplopers uit Silicon Valley volgt, dan hebben ze het tegenwoordig nergens anders meer over. Web 3 wordt door die mensen echt gezien als de next big thing in internet. Web 3 is dus, wordt gezien als de volgende generatie internet. Het is gebaseerd op de blockchain.
Web3 is gebaseerd op de blockchain-technologie. En blockchain kennen we natuurlijk van cryptovaluta als de Bitcoin of het Ethereum-netwerk. Maar zo verwachten kenners zal deze technologie in de nabije toekomst dus niet alleen maar weer gebruikt worden om virtuele muntjes uit te wisselen, maar ook om hele sectoren op z'n kop te zetten. Nou. Web3, zoals de verwachting, zal de macht teruggeven aan creatievelingen, aan grote denkers, aan consumenten zoals jij en ik. Omdat we op basis van de blockchain-technologie decentrale databases gaan bouwen, hebben we straks geen grote centrale organisaties als een Google, als een Facebook, als een ING, als een Rabobank meer nodig om voor ons gegevens op te slaan. Want we gaan straks via slimme contracten, die zijn opgeslagen op de blockchain, gaan we onderling verzekeringen afsluiten of leningen aangaan of misschien wel cloud storage huren of gaan we muziek streamen en we gaan de mensen die de muziek erop hebben gezet goed belonen voor het werk wat ze daarin hebben gezet. De term Web3, zo even goed om te weten, is dus het volgende stap in de evolutie van het internet. Web 1, dat was het internet tussen 1991 en 2004. Dat waren die statische webpagina's waar je gewoon naartoe kon surfen en gebruik van kon maken. Een simpele zoekmachine misschien, of een fanpage of een corporate website van een bedrijf. Web 2, daar zitten we tegenwoordig in. Dat waren de grote platformen die voor ons bepaalde diensten gingen aanbieden. En de mogelijkheid om voor ons daar ook een bijdrage aan te leveren. Dat zijn dus sociale platformen waar we zelf foto's op zetten. Dat waren de chatdiensten waar we zelf met elkaar berichten konden uitwisselen. En Web 3, zoals de verwachting, zal dus die middleman, die grote kolossen waar we nu mee communiceren om met elkaar in contact te komen, wegnemen. Omdat we via die decentrale database direct met elkaar in contact kunnen komen en bepaalde afspraken kunnen maken. Dat klinkt heel erg abstract, dus ik heb even een voorbeeld. Als je tegenwoordig een video uploadt bij YouTube, dan krijg je voor de moeite die je daarvoor hebt genomen, krijg je een aantal honderdste cent per view. Dat betaalt Google, het moederbedrijf van YouTube, uit de advertentieinkomsten. Maar YouTube die houdt gewoon zelf het allergrootste deel van de winst die er overblijft. Maar een heel klein deel stroomt er door naar de mensen die daadwerkelijk het platform aan het vullen zijn. De mensen die in Web3 geloven zeggen dat dit helemaal omgegooid zou kunnen worden. Je zou YouTube kunnen maken op de blockchain. Wat je dan zou doen, is dat er niet maar één partij is die profiteert van de advertentieinkomsten. Maar je zou de winst die daaruit komt evenredig kunnen verdelen aan de mensen die bijdrage leveren aan het platform. Dus aan de developers, aan de hostingpartij, maar ook vooral aan de mensen die daar die content op zetten. Daarom denken ze dat Web3 dus van grote waarde is voor content creators, voor videomakers, voor creatievelingen. Een van de trends die hier voorbij ziet komen is de zogenaamde DAO's, de decentrale autonome organisaties. En een DAO kan je eigenlijk zien als een stichting op de blockchain. Dat zijn mensen die stoppen daar een klein beetje kapitaal om daar aandeelhouder van te worden. En die kunnen vervolgens samen een project ondernemen. Kunnen samen gaan stemmen op bepaalde dingen die ze willen gaan ondernemen. Zoals er laatst een DAO opgericht om een hele bijzondere kopie van de Amerikaanse grondwet op te kopen. Nou, die DAO's zijn dus interessant, omdat je als grote groep mensen zonder tussenkomst van een notaris of van een platform of van een bestuur beslissingen kan gaan nemen. Dus daar gaat de komende jaren ook nog veel in gebeuren. Centraal in Web3, dat is wel even belangrijk om te weten, is de zogenaamde wallet. Dat is je digitale portemonnee. Maar dat is niet alleen de plek waar je je digitale munten gaat opslaan. Maar de kenners in Web3 denken ook dat dat je inlog gaat zijn voor het internet in de nabije toekomst. Dus waar we tegenwoordig inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, denken deze mensen dat die wallet van cruciaal belang gaat zijn om bij alle platformen, of het nou de overheid is, of Facebook, of YouTube, of misschien wel een bedrijfsinlog, om te gaan inloggen. En die wallet, dat is interessant, want daar staan ook al je gegevens in. En je kan dus per platform aangeven welke gegevens je daarmee wil delen. Zo wil je misschien met je bank wel delen wat voor valuta er in je wallet zitten. Maar met Facebook niet. En die mag alleen maar weten wie je bent, hoe oud je bent en met wie je contacten onderhoudt. Een toepassing van Web3 die momenteel heel erg in de belangstelling staat, en je hebt het misschien ook al ergens voorbij zien komen, zijn de zogeheten NFT's, de non-fungible tokens. En een NFT is eigenlijk het digitaal bewijs dat jij eigenaar bent van een digitaal stukje internet. Dus dat kan zijn een domeinnaam, maar ook een stukje digitale kunst. Wat wederom is vastgelegd op de blockchain. En
wat je veel voorbij ziet komen zijn deze plaatjes die je nu voorbij ziet scrollen. Je hebt er misschien wat over gezien. Ze gaan stuk voor stuk voor tonnen, sommige voor miljoenen over de toonbank. En zelfs de Amerikaanse ondernemer Gary Vaynerchuk, die heeft er ook zo'n serie gemaakt van een paar getekende plaatjes die hij in de avonduren had gemaakt met pen en papier. En die beste man die heeft het de afgelopen 9 maanden, 12 maanden, voor $91 miljoen aan verdiend. Hij heeft die plaatjes op die blockchain gezet, als NFT gemaakt. En en mensen die denken van, dat is gaaf, die wil ik hebben, die plaatjes. En die zijn dus dat gaan kopen voor absurde bedragen. Het leuke daarbij is dat hij dus niet alleen verdient aan de initiële verkoop, maar met die blockchain technologie kan je ook inregelen dat je commissie krijgt over elke wederverkoop. Dus die meneer Vaynerchuk die krijgt elke keer als een plaatje van hem wordt verkocht 5% over de verkoopprijs, waar die nu echt binnen aan het lopen is. Nou, uiteindelijk zal deze technologie ook gebruikt worden om digitaal bezit weer in de metaverse te maken. En digitale kunst wordt ook meer en meer gemaakt met algoritmes van kunstmatige intelligentie. En zo zie je dat al deze techtrends ook meer en meer met elkaar verweven zijn. Omdat er momenteel zoveel geld omgaat in die NFT-markt, wordt er ook heel erg veel gespeculeerd. Het is leuk om een keertje te kijken op een veilingsite, hoe het daar aan toe gaat. OpenSea.io kan ik je daarvoor aanbevelen. Leuk om een keertje rond te struinen. Het is een soort van eBay, maar dan voor, of een marktplaats, maar dan specifiek voor NFT's. Fascinerend. Maar ja, wat is nou het nut voor bedrijven en organisaties? Meer en meer merken zie je dat ze gaan experimenteren met die NFT's. Nu zijn het dus tekeningen van totaal onbekende mensen over het algemeen. Maar interessant zou zijn wat er gebeurt als Disney characters van Frozen bijvoorbeeld op de blockchain zou zetten. Die je zou als fan van de films zou kunnen bezitten. En de NFT's kan je daarmee dus ook heel erg vergelijken met de rage rondom Pokémon-kaarten en postzegels. En in Amerika zie je bijvoorbeeld ook dat Nike het kledingmerk hier aan mee experimenteren is. Wie dus een NFT koopt van bijvoorbeeld een bepaalde schoen, kan die ook fysiek in een winkel gaan kopen uiteindelijk. Uiteindelijk zie je dat ook terugkomen bij bepaalde sportclubs die heel veel fans hebben. Die bepaalde basketbalverenigingen in Amerika zetten bijvoorbeeld de videostukjes van hele spectaculaire doelpunten of goals op de blockchain. En verkopen die aan fans als NFT's. Dan ben je dus als fan uiteindelijk meer en meer betrokken bij je favoriete sportvereniging. Dan kan ik me voorstellen dat jij denkt, wij zijn geen sportvereniging die een wedstrijd, die een hoogtepunt uit de wedstrijd op de NFT op de blockchain kunnen gaan zetten. En we zijn misschien ook geen digitaal platform waar je met je wallet kan gaan inloggen. Dus wat hebben wij hier nou precies aan? Nou, het gaat. Het is ook een beetje koffiedik kijken, want wat ik al zei. Het is de meest experimentele technologie van allemaal. Maar misschien in een verre toekomst ga je bij het bedrijf, bij de toegangspoortjes, wel inloggen met die virtuele wallet. Of gaat de inkoop van de bedrijfscatering decentraal via de blockchain. Wie weet, goed om in de gaten te houden. Nou, voordat we afsluiten, wil ik eindigen met nog één gave innovatie. Ik vond het lastig om te kiezen, want we hebben tegenwoordig computers die computercode kunnen schrijven. We hebben zelfrijdende tractors die boerderijen aan het overnemen zijn. We hebben robots die huizen bouwen. We hebben deepfakes die foto's en video's van levensechte, maar niet bestaande mensen maken. Maar interessant vond ik de filosofie van Elon Musk. Want hij en met hem vele topwetenschappers zeggen dat de komst van AI, kunstmatige intelligentie, het beste of het slechtste is wat de mensheid ooit heeft uitgevonden. En ja, hij zet er wel kracht bij door volop daarop te investeren. Nou, dat zie je al inderdaad in die Tesla's, dat full self-driving systeem. Dat loopt mijlenver uit op de concurrentie. Want elke kilometer die Tesla's rijden, alle camera's, die houden weginformatie bij. Die voeden dat aan het centraal systeem. En zo wordt elke kilometer die elke Tesla rijdt, het systeem van Tesla steeds slimmer en slimmer. Maar Musk denkt eigenlijk dat de toekomst van Tesla in een ander businessmodel zit. Namelijk robots die voor ons taken uit handen gaan nemen. Vorig jaar heeft hij het prototype van de Tesla-bot gepresenteerd. Ja, die lijkt op een mens en is gebouwd op de technologie van de zelfrijdende auto. En zijn visie is, dus van Elon Musk, is dat deze robot allerlei taken voor ons uit handen gaat nemen. Zowel in fabrieken als op de werkvloer als voor ons thuis. Hij zegt zelfs, werken wordt in de toekomst optioneel. Daar is wel een basisinkomen voor nodig. Dat is voor een hele andere discussie. Maar het is een hele interessante ontwikkeling. We zijn praktisch door de tijd heen. Je bent hier op de hoogte van alle fundamenten die we nu aan het bouwen zijn om de bedrijven en organisaties van de toekomst neer te zetten.
En de wereld om ons heen verandert in razend tempo. En houd dus een vinger aan de pols, want voor je het weet mis je de boot. Nou, mijn naam is Remy Gieling. Wil je hier meer over weten, volg me op LinkedIn of de nieuwsbrief op AI.nl om geen ontwikkeling meer te missen. Dank jullie wel. Ja, wauw, Remy. Wat gaaf. Ik heb in ieder geval tijdens het kijken één ding besloten. Ik ga terugkijken, want je vertelt zoveel. Dat het roept zoveel op om verder en uit te zoeken. Er kwamen wat vragen binnen. Het aardige is dat jij gedurende de sessie eigenlijk antwoord gaf al op vragen waarvan je niet wist dat ze binnenkwamen. Ja, heel goed. Omdat je de link met de facilitaire sector ook weet te leggen. Laatst wat ik wel wil vragen is even waar Elon Musk het over heeft. Het beste of het slechtste wat ooit op ons af is gekomen. Ja. Wat ik zelf merk is dat ik ben een optimist. Dus ik denk dat alle verandering goed is. En dat alle verandering ons iets kan brengen. Ook een nadeel met zich meebrengt, maar dat het voordeel altijd groter is. Ja. Hoe sta ik met jou? Want jij lijkt ook een optimist. Zijn er wel angsten die je hebt? Of waarom moeten de mensen eigenlijk niet angstig zijn? Nou, hoe meer je inleest over kunstmatige intelligentie, hoe meer je beseft hoe ver we zijn van die superintelligentie. Van die Terminator-eske systemen die misschien wel de mensen willen gaan uitroeien. Want daar zijn die grote denkers bang voor. Dat we op een gegeven moment een kunstmatige intelligentie gaan creëren die zelfbewust is. Die denkt, maar ik ben ook een systeem. Waarom is de mens belangrijker dan ik dat ben? Nou, daar zijn we nog zo ver vanaf. Dus daar hoef je echt als consument of als professional niet druk over te maken eigenlijk. Wat spannender is op korte termijn, zijn eigenlijk autonome wapens. Wat je ziet is dat China, de VS, maar ook Europa flink aan het investeren zijn in het augmenten van wapentuig met kunstmatige intelligentie. Dat je misschien straks dus geen mens meer nodig hebt om oorlog te voeren. Ja. Is wel een beetje spannend. En er zijn ook gelukkig organisaties zoals Pax die bij de Verenigde Naties oproepen om een verbod op autonome wapens. Want dat is wel een spannend ding. Ja. Ja, aan de andere kant denk ik, weer als optimist, vlak na de Tweede Wereldoorlog is een wapenwedloop gekomen. Twee atoombommen aan Russische zijde en aan Amerikaanse zijde. Die wapens waren zo groot dat ze wisten, op het moment dat ik hem afvuur op jou, ga ik zelf ook dood, want dan vuur je hem af op mij. Hè? Ja. Dus daardoor is er eigenlijk nooit iets tussen die twee grootmachten gebeurd. Dus ik hoop dat hier ook zo'n soort mechanisme in gaat ontstaan. Laten we het hopen. Ik ga je nogmaals super bedanken. Volgens mij is er heel veel om over te praten bij de koffieautomaten. Misschien live, maar misschien in de metaverse. Wie weet waar we... 3D-bril op. Ja. Maar ook op een vrijdagavond met vrienden zou ik hier naar kunnen kijken. Want het roept super veel op. Remy, super bedankt. Dank je wel. Kijkers, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat hij jullie net zo heeft geïnspireerd als ons. Ga vanmiddag nog naar onze helaas alweer laatste sessie van deze Boostweek kijken. Wij hebben het in ieder geval als een groot succes ervaren en heel veel plezier aan gehad. Dus nogmaals dank allemaal. Tot kijken.